Reeds in 2018 vertelde Jan-Paul Rutten ons wat de plannen van de brouwerij waren. En dan kun je eigenlijk op drie verschillende niveaus kun je daarover nadenken, zo'n brouwhuis. Ten eerste willen we dat het ingericht is voor lokale grondstoffen. We werken met eigen gerstboeren. Maar we willen misschien ook wel oude granen die er vroeger groeiden gaan verwerken. Dus we willen techniek die lokale grondstoffen goed kunnen verwerken. En nu staat het op een groot spandoek voor de voormalige azijnfabriek aan de Rijksweg in Gulpen. Maar waarom de brug? Luister even naar de uitleg van Jan-Paul Rutten. Maar nu hebben we verbinding nodig tussen het brouwhuis, dat we dus aan de overkant gaan bouwen, en de brouwerij. En dat zijn ongeveer 16 leidingen. Dus niet één leiding, er moeten wel bier wegen van de ene naar de andere kant. Dat zijn 16 verschillende leidingen. En daar zit van alles in, dat is wort. Wort is als het ware het is nog geen bier, maar dat is wat er uit de brouwketel komt. Dat wordt bier. Dus water, riool, stoom, koeling, mout. Bierborstel, dus de resten van de bier, van de mout. Dat soort dingen moeten allemaal van de ene naar de andere kant. Omdat je eigenlijk een brouwerij aan twee kanten van de weg hebt staan. De bouw van deze brug is inmiddels in volle gang. En de overbrugging van de Rijksweg zal in de nacht van 5 op 6 november gaan plaatsvinden. Althans wat de brug betreft.